knopje eruit te halen. O-ring en washer eruit halen. De pistoololie. Was dat pas? Dat is pistoololie, hè? Ja. Ja. Proper maken. Nieuwe oorringen plaatsen. Asjes proper maken. Instan het. Proper vet. Veer terug over. Ja. Dat was een nieuwe washer. Ja. Clips en zwart topje terug plaatsen. Maar als je dat niet gewoon zet, dat is niet... Dat is niet evident, hè. Dat is niet... Dat zijn de moeilijke. Ik weet dat die met dat clipje neer, dat er helemaal uithaalde, dat dat heel complex was. Dat met die veer, vooral die veren stampetante gedaan, hè. Zullen we nog een draaiknop? Ja, dat is goed. Schroefjes lossen. Knop verwijderen, O-ring, terug, proper maken.
Asje proper maken. Nieuwe O-ring plaatsen. Een beetje vet. Draaiknop terug plaatsen en duwen tot aan de klik. Bij het gebruik van de oorringen zijn er verschillende soorten oorringen. Er zijn de rode oorringen en er zijn soms zwarte oorringen. In principe zijn de rode oorringen vrij van vet. Van vet. En moet er geen siliconenvet aangesmeerd worden. Het grote voordeel, alle kans om vuil, stof of haartjes die vastplakken op de oorring of kunnen voorkomen op de oorring, worden op die manier vermeden eigenlijk. De zwarte oorringen, en dan bedoelen we de oorringen die op de poorten komen, altijd. Die moeten altijd ingevet worden met siliconenvet. Dus het plaatje onderaan is de lekmelder eigenlijk, die in geval van contact met water eigenlijk het alarm doet afgaan. Het resultaat van een behuizing die water binnen gehad heeft, is dat er een groene oxidatie op loper komt eigenlijk, hè, die een duidelijk bewijs is en die zal leiden tot een slecht functioneren. De allernieuwste printplaatjes zien er heel klein uit en die bestaan uit 3 aansluitingsjes. En die dienen voor? Zowel voor de hot shoe als voor de flitsbus. Voor de flitsbus. Gelijk welke aansluiting? Gelijk welke. Dus dan is het heel simpel, hè. Bij de laatste nieuwe behuizingen wordt dus het hele kleine printplaatje gebruikt voor de bediening eigenlijk, die of alles dat aangaat met de camera. En het UGI-check systeem is volledig onafhankelijk en dus niet meer verbonden met de rest van de elektronische besturing. Nee. Bij de printplaatjes is het altijd heel sterk opletten en zeker bij het afnemen van de poorten bijvoorbeeld, want als er spatwater op de contactjes komt, gaat dat resulteren in directe oxidatie. Met als gevolg een defect aan de printplaat die niet meer herstelbaar is. Iets dat veelal over het hoofd gezien wordt, zijn de zinkanodes die op alle behuizingen worden aangebracht. Heel belangrijk om die niet te vergeten deze aan te brengen. Deze zorgen voor een wegleiden van de statische elektriciteit van het toestel. Er wordt aangeraden om een UGI-fotbehuizing bij frequent gebruik toch eenmaal per jaar zeker binnen te laten komen voor een volledig onderhoud ten einde een optimale werking steeds te garanderen.